old videotape. In you go. Test subject 1001. Oké dan. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Alan. Je hebt ook al zo'n enkel band. Die voor jou geeft niet echt zo'n gezond kleurtje aan Popeye de Sailor Man. En zelf heeft Mia ook al zo'n enkel band. Die dingen die worden wordt een nieuwe mode, geloof ik. Machine gun ammo. En ik heb ook gewoon een hele machine gun bij me. Wat de fuck? Oké dan. Niet zeg maar dat we dat wapen moeten gaan gebruiken in deze video. Wat staat hier? During transfer, be sure to adhere the following protocols. Act as parental guardians for Evelyn. Volgens mij noemt ze me al de hele tijd mommy. Ik weet niet of dat in deze video ook zo is. Manage Evelyn's vitals via de codex. Oké dan. Het valt me op dat deze video in kleur is opgenomen. Dus er stond wel op oude videoband, maar zo oud ziet dit er helemaal niet uit. En iets zegt me dat dit nog best wel een lange videoband gaat worden. Er is ook gewoon een kist. Er zit wel niks in de kist. Dan al die inventories, dat wordt wel verwarrend. Ik heb nu Ethan's inventory, een Mia's inventory buiten die video en deze inventory. Dat wordt op een gegeven moment best wel verwarrend allemaal. She's close. Is dat hoeveel stappen nog voordat mijn ei uitkomt? Oké, ik kan gewoon die Evelyn opsporen met mijn enkelband. Dat is nice, waarom kan die van Ethan dat niet? Find Evelyn staat er in de objectives. Ik zie hier allemaal grijze deuren. Die ga ik allemaal checken. Kijk of ik ergens in kan. Locked from the other side staat er. Dus dit is... Het is aan het hozen buiten. Tering. Dus dit is hoe dat schip er waarschijnlijk gewoon uitzag. En hoe dit schip was voordat het naar de kloten ging. Moet ik hier naartoe? Kan dingen looten, chemical fluid, pillen. Nog meer ammo. It's locked from the other side, maar volgens mij zag ik hier een kruipgat. Let's do this. Even kijken hoe het is om door zo'n schacht te kruipen. Die kutbeesten doen het altijd, dus... She's vomiting. I beg your pardon, she's what? Damn, I'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right, we need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Oké dan.
She's vomiting. Wat heeft dit spel met kotsen en squirten en bukkakees, man? Ah, Wietplant, die neem ik mee. Verder weet ik niet wat de fuck ik kan doen met deze ranzige shit. Dus ik guess dat ik maar gewoon wegga en weer wat deuren ga checken. Er zijn nog wat deuren die ik nog niet heb gecheckt. Ik douw trouwens even dat mes in deze equip slot. Dat is wat ik gewend ben. Deze deur daar kan ik niet door, zo te zien. Klein bub. Oh, oké. Okay. Ik hoor ranzige geluiden. Ja, dat ben jij. Oké. Okay. Ben je dood? Oké, okay, nice. Ik ben trouwens nooit echt een fan geweest van dit soort wapens eigenlijk. Ik ben niet echt zo'n sprayer. Er zijn nog steeds deuren die ik nog niet heb gecheckt. Dit zit op slot. Dit ding zit op slot. Alles zit op slot. Nog een wietplantje. Kom maar mee. Dit zit op slot. Alles wat op slot staat, dat wordt aangegeven. Dit staat aangegeven met een plaatje wat ik nog niet ken. Nog meer pillen. Drijfvest. Pak het en trek het gewoon aan, joh. Hey, daar staat ze. Waar is ze naartoe gegaan? De lift gaat... S2, de lift gaat naar beneden. Alright, let's go. Oh fuck. Fuck you, lul. Oké, naar beneden. Opsporen dat wijf. Oh. Mispoes, domme poes, lul. Die heeft nog redelijk wat knockback. Hier ligt iets. Een wietplantje. Wat ammo. Ligt hier nog verder iets tussen? Nee. Zo te zien ga ik verder weg bij haar vandaan. Maar dit is de enige plek waar ik naartoe kan. Dus. Oh. Zo, je knalt helemaal uit elkaar. Wat een noepwapen, man. Fuck. Hier kan ik niet in, dit zit dicht. Wat is dit? Remote bomb. Remote bomb. Oh, vet. Ziet er echt uit als zo'n zelfgemaakte islamitische staatbom.